allemaal, vandaag ga ik je laten zien hoe je dit Oreo koekje moet maken met je Rainbow Loom. En wat je nodig hebt voor dit originele Oreo koekje: 23 zwart en 9 wit. Zorg dat de middelste rij iets uitsteekt ten opzichte van andere rijen en de pijl van je afwijst. Begin met 2 zwarte bandjes van de middelste pion schuin naar links te halen. Dan gebruiken we telkens 2 bandjes en die gaan van de eerste pion aan de linkerkant naar de tweede. En dan gaan 2 bandjes van de tweede naar de derde. En dan gaan 2 bandjes van de derde naar de vierde in de middelste rij. En nu gaan we weer naar de eerste pion in het midden. Plaatsen we 2 stukjes van die pion schuin naar de eerste pion rechts. Dan pakken we 2 stukjes die plaatsen van de eerste pion rechts naar de tweede pion rechts. Nog een keer met 2 stukjes van de tweede pion rechts naar de derde. Dan met 2 stukjes van de derde. Oh ja, het staat een beetje over. Zoals elkaar een beetje over. Overlapt en ik doe ze er even netjes recht op. En dan gaan ze van de 2 zwarte elastiekjes van de derde rechte rij naar de vierde middelste rij. Dan gaan we van de eerste pion in de middelste rij met 2 zwarte elastiekjes naar voren naar de tweede. Dan met 2 zwarte elastiekjes van de tweede naar de derde. En als laatste met 2 naar de, van de derde naar de vierde. Ja, zorg even dat je elastiekjes netjes boven elkaar zitten. Zo. En nu pak ik 1 enkel zwart elastiekje. Doe ik op deze, deze en deze pion in een omgekeerd driehoek. Pak nog 1 enkel zwart elastiekje. Begin op deze pion. De tweede van de linker rij. Haal hem dan naar de derde van de middelste rij. En dan naar de tweede van de rechter rij. Zodat het een recht driehoek is. Dat ziet er dan zo uit. Pak nu 1 enkel wit elastiekje. Pak hem. Draai hem een slag. Vouw hem terug op je vingers, zodat het een dubbelgevouwen elastiekje is. Die plaatsen van de eerste pion midden naar de eerste links. En voor deze vulling gaan we de hele tijd de elastiekjes dubbelvouwen. En plaatsen van de eerste linker pion naar de tweede. Pak je volgende, vouw hem dubbel. Doe hem van de tweede links naar de derde. En haal het laatste elastiekje, vouw eerst dubbel, halen van de derde pion en de linkerrij naar de vierde pion in het midden. Pak dan weer een enkel wit elastiekje, vouw hem dubbel, plaats van de eerste pion in de middelste rij van de eerste pion. Ja, de eerste pion in de middelste rij. En haal hem dan naar de eerste pion in de rechterrij. Haal van de eerste pion in de rechterrij naar de tweede. Dan van de tweede naar de derde. En als laatste van de derde pion in de rechterrij naar de vierde in de middelste rij. Doe dit een beetje naar beneden. En dan gaan we op deze laatste pion, hier zo in het midden, de vierde pion, gaan we een capband plaatsen van 3 ringetjes. Zet hem erop. Zet een enkel zwart elastiekje erop, dus de kleur van je koekje. Draai een slag, zet hem er nog een keer op. En draai een slag, zet hem er nog een keer op. Kijk even aan de zijkant of het er 3 zijn. Beetje heel lastig om te laten zien.
En ik heb geteld en het zijn er 3. Draai je hem om, zodat de rode pijl naar je toe wijst. Je steekt nu in de capband en ook in de witte elastiekjes. In alle witte elastiekjes en in de capband. Pak dan de bovenste 2. En kijk waar ze heen gaan. En bij mij gaan ze naar voren. Haak nu deze hele rij naar voren. Duw alles naar achter wat in de weg zit. Pak dan de onderste 2 zwarte. En haak ze naar voren. Zo, helemaal door tot het einde. Ik ga weer terug naar deze pion. Duw de capband en alle witte elastiekjes naar achteren. Pak dan de bovenste 2 zwarte. Ja, ik heb ze. Die pluit je over het pion heen en kijk dan waar ze heen gaan. Bij mij gaan ze naar links. En nu gaan we de hele linker rij haken. Doe alles naar achteren. Ja. Alles naar achteren en dan de onderste 2 zwarte. Die moet je pakken. Over de pion heen. Op de volgende plaatsen. Hier duwen we ook alles naar achteren. Pakken we de onderste 2 zwarte. Plaatsen we over pion heen naar voren. Gaan we in deze pion, duwen we alles naar achteren. Pakken we de onderste 2 zwarte. Gaan over de pion heen. Schuin hier zo naar het midden. Oh, ze zijn losgeschoten. Zo. Ga terug. Hier naar het begin. Duw alles naar achteren. Pak de onderste 2. Gaan over de pion heen naar rechts. Ga steken hierin. Duwen we alles naar achteren. Pakken we de onderste 2 zwarte. Die gaan over de pion heen naar voren. En hier is geen druppelvorm, dus steek even in en wiebel een beetje los. Steek hier in alle bandjes. Pak de onderste 2. Ho, ik heb er 1 gepakt. Geeft niks. Duwen we nog een keer alles naar achteren. Pakken we andere onderste. Zwarte. En ook hier duwen we alles naar achteren. Pakken we de onderste 2. Onderste 2 zwarte gaan over de pion heen. Hier zo schuin naar het midden. Nu steken we in deze laatste pion onder alle bandjes. En pak dan 1 elastiekje, een enkel elastiekje in de kleur van je vulling. Dus wit, bij mij in dit geval. Zet hem op je haaknaald en trek hem door alle elastiekjes. Zet het andere uiteinde ook op je haaknaald. Zodat je 2 lusjes op je haaknaald hebt. Haal het achterste lusje over de voorste en over je haaknaald heen. En trek het aan. Zodat het zich een mooi knoopje heeft gevormd. Nu kun je alles er aftrekken. Je kunt het met je vingers doen. Maar dat is best lastig. Dus ik doe het gewoon met mijn haak. Is net van de loom afgekomen. We rekken en trekken hem een beetje in vorm. Zo. Deze kant trek ik alle soorten elastiekjes een beetje naar boven, want je zet aan de andere kant juist niet naar boven en uit deze kant juist. Dat vind ik niet mooi. Nou, een stuk beter.
Zo, deze twee nog even. Nou, deze witte nog een beetje naar binnen trekken en dan weer wegduwen. Nou, nu gaan we dit witte elastiekje even wegwerken tussen deze andere witte elastiekjes. Steek dus onder een paar witte elastiekjes door. En pak dan het witte lusje op je haaknaald. En trek hem door die witte elastiekjes. Ho. Stuw erin. Pak het elastiekje en het lusje. Trek je er doorheen. Steek dan in ergens anders in de vulling. Pak dan het lusje op je haak. En trek hem er doorheen. Zo. En mijn is nu mooi weggewerkt. Zo. Doe dit witte elastiekje nog een beetje mooi naar binnen. Klus je nog even met mijn vingers. Duw ik hem nog even iets verder erin. Zo. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.